Gefeliciteerd Dimitri, je hebt een geweldige wedstrijd laten zien. Hoe lekker was dat om dat juist tegen iemand die je heel goed kent, om dan zo'n goede wedstrijd te laten zien? Ja, dat is een ongelooflijk gevoel. Ik heb heel veel geleerd van Kim. Het was een Belgisch onderrondje dat we in de kwartfinale moesten spelen van dit World Series of Darts Finals. Kim is echt goed, maar echt goed bezig de laatste weken. En ik ben ook super blij om dat te zien. Zo ken ik hem, zo heb ik het van hem geleerd. Hij heeft wel mentaal en emotioneel vele dingen moeten verwerken. Maar ik heb gewoon hard blijven werken. Ik heb in mezelf blijven geloven. En op het einde... een diepe zucht. Want uiteindelijk, de manier dat hij terugkwam, ik had dat niet verwacht. Maar ik ben wel super blij. Ja, jullie hebben elkaar omhoog gepusht. Een Belgisch onder onsje in de kwartfinale. Dat zie je natuurlijk niet heel vaak. Hoe was het om met twee Belgen op een Nederlands podium hier te staan in Amsterdam? Ja, ik weet dat je kan zeggen een Nederlands podium, maar geloof me, kijk de beelden terug. Er waren ontzettend veel Belgische vlaggen die de lucht in gingen. Dus wat ik zei tegen Kim voor we begonnen is, laten we een geweldige show op het podium tonen. Lekker darten, dat is wat we gedaan hebben. Vandaag heb ik kunnen doorstoten in de halve finale, dus... Half finale tegen Christopher Ratajski. Je weet, Kim die kan jou energie geven. Ratajski is wel een speler die weinig energie geeft. Wat gaat het worden daar in die halve finale? Kan je die energie terugvinden, die kracht? Ik hoop gewoon dat het publiek helemaal mij gaat steunen. Dat ze gaan denken van, het is misschien geen Nederlander, maar deze Belg spreekt ook gewoon makkelijk onze taal. We kunnen er heel makkelijk mee communiceren. Dus ik hoop gewoon dat ze allemaal achter mij gaan staan en... dat ik ga performen zoals ik moet doen om voorbij Ratajski te komen. En het is weer een droom dat voor mij zal werkelijkheid worden. Dus kom op, allemaal samen, jullie en ik, we gaan vechten. Dimitri van den Berg in de halve finale. Veel succes vanavond. Kom maar.